Leveranciers persoonlijk kennen. We willen dat de leveranciers de beesten persoonlijk kennen. En dat vinden wij belangrijk. Dat het zeg maar meer bewustwording is van dat het een dier is. En dat het ook helemaal niet erg is dat je dat opeet. Maar dat je daar wel op een soort respectvolle manier naar aankijkt. En niet alleen maar als een rol stukje vlees in de supermarkt in een groen bakje ziet liggen. En dus daarom doen wij het op deze manier. Nou, dat was het staartje. Natuurlijk zou je niet onbeperkt tong kunnen eten. Wangetjes, hij heeft maar twee wangen. Ja. Dus als je een beest hebt, heb je maar twee gerechten met wang en twee gerechten met tong. Nou ja, jammer dan. Ja. Maar als je dat wat is een gevulde varkenspoot, en als het eten is het dan wel weer lekker. Twee kinderen, die gingen dan die 9 maanden lang wekelijks even kijken bij Joyce, het varken. Ja. En op een gegeven moment sta je dat beest dus in worsten maken. Dat is Joyce, hè? Ja, dat is Joyce. Ja. Weet je, die kinderen die zijn er ook aan gewend of zo. Ja, dat is maar net hoe je ermee omgaat. Ja, het was helemaal niet emotioneel of zo, dat was gewoon Joyce. Ja. Ja. Die eten we die Joyce. Eten we. Ja. Hoppa! Dat het eigenlijk allemaal een reactie is op dat op de ingewikkelde moleculaire-achtige keuken. Dat het eigenlijk heel boers is, heel erg teruggrijpt naar oude tradities en heel erg eerlijk. Je ziet wat je op het bord ligt en dat is ook wat het is. Het is niet totale verwarring zoals je bij de ingewikkelde keukens hebt. Het is juist heel duidelijk. Je krijgt een stuk varkensvlees, je krijgt er bonen bij en een mooie jus. En dat is eigenlijk heel lekker. Dus overnacht garen. Ja. Maus. Zeker. Griet is dat. En mooi voor de kleur op het bordje. Balkenbrei. Varkse kopsmaak. Sijsmootje, hij smaakt sijsmootje. En kijk eens aan. Vleesbordje. Dat het plakje ham gewoon helemaal perfect moet zijn. En de enige presentatie op het bord is dat je een dun plakje hebt gesneden en dat het gewoon luchtig op het bord ligt. Dat zit.